heb zojuist een animatie van een enzym in werking gezien. En enzymen, daar gaat het over in de 15.2 kleinst biocast. Hier nog een animatie. Van verschillende stoffen in een cel. En hier komt een enzym, hij heet Karel. En Karel heeft een activatieplaats waarop een substraat kan binden. En hier komt al een substraat aan. Dit is Willem. En Willem bindt aan Karel. En Karel helpt om Willem te splitsen. En hij splitst hem in Peter en Hans. Normaal gesproken was die splitsing ook wel gebeurd. Het enzym zorgt er alleen voor dat het sneller gaat. Wij zullen vooral naar enzymen zoals Karel kijken. Maar enzymen kunnen ook het omgekeerde bewerkstelligen. Of in ieder geval versnellen. Hier is Marie, een andere enzym. Heeft ook een actieve bindingsplaats. Maar zij doet wat anders. Want hier komen Mona en Lisa. En Mona en Lisa die binden aan elkaar. En met behulp van Marie gaat het veel sneller. En daar gaat Johanna. Twee verschillende enzymen dus. Die de reactie versnellen. En zelf daar niet aan deelnemen. Hier heb je een ander substraat. Een disaccharide. En binding die verdwijnt daar en dan heb je twee producten, twee glucosemoleculen. En deze hobbel is de activeringsenergie zonder enzym. En daaronder de streep zie je de vrijgekomen energie. Met behulp van een enzym is die activeringsenergie veel minder. Dus daardoor gaat die veel sneller. Er is ook een temperatuur waarbij een enzym het beste werkt. Links nauwelijks actief. Dit is de optimumtemperatuur en als we verder verhitten, dan denatureert het enzym en dan doet hij het nooit meer. Hetzelfde geldt voor de pH. Daar is ook een optimum pH waar een enzym het beste werkt. Hier komt een voedselbrok aan, die wordt gekauwd en daar komt amylase uit het speeksel bij. Amylase zorgt ervoor dat zetmeel verteerd wordt in een polysaccharide, in disaccharide, of in glucose. De verteerde of half verteerde resten gaan verder, komen in de maag terecht en daar wordt er zoutzuur bij gedaan. En pepsinogeen. En pepsinogeen is de inactieve vorm van peptase. En peptase is het enzym dat ervoor zorgt dat een eiwit gesplitst wordt in kortere aminozuurketens. Na de maag komt de voedselbrok aan in de 12-vingerige darm. Daar wordt er natriumcarbonaat bij gedaan. En gal, wat ervoor zorgt dat het vet emulgeert. En lipase. En lipase is het enzym dat vet verteert in vetzuren en monoglyceriden. Daarna komt de voedselbrok terecht in de dunne darm. En daar komt er maltase, lactase en saccharase bij. En die drie zorgen ervoor, zijn alle drie verschillende enzymen, dat de koolhydraatketens die er zijn, worden afgebroken in glucose of in fructose. Monosaccharide dus. En die kunnen worden opgenomen. Dan komt er ook peptidase bij. En peptidase is het enzym dat ervoor zorgt dat de aminozuurketen wordt gesplitst in aminozuren. Dit was de 15.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.